We zijn hier dus in Rotterdam. Ja? Jullie voelen je? Ja. Ik voel me. Meer bij ketel en zo. Wat met die sluis eerst? Ja, die is vernield. Maar hij wordt natuurlijk niet meer gebruikt, want het is hier dicht gegaan. Bij de kandelaar staat de veerman klaar. De keersluis weet ik ook nog wel dat hij eigenlijk niet meer, dat hij nog in gebruik was eigenlijk ook. Die weet ik ook nog wel die tijd. Op de veerpont van de kandelaar. Ik heb hier jaren van mijn leven elke vrije tijd die ik had zitten vissen. Hij zet je zo over de schuur. Wat centen mag je geven. Maar vroeger was die open en dan stond de verbinding van de Poldervaart zo naar de Schiet toe. En dat, nou ja, dat is nu opgeknapt. De veerpont van de kandelaar. Een beetje raar dat eigenlijk de kandelaar onderdeel is van Rotterdam. In de Tweede Wereldoorlog had je hier de gemeente Ketel en Spaland, maar de Duitse bezetters hebben toen gemeente er goed aan te doen om deze gemeente op te heffen. Geannexeerd zijn we. Dat zijn 18 huisjes ongeveer, maar je moet met de auto door Delft heen of door Schiedam om in de gemeente Rotterdam te komen. Ja, ook wel zo vergeten dat we geen aardgas hebben. We hebben wel waterleiding. Dat doen we. Rio? Ja, dat hebben we sinds een jaar of 10. Als er wat is, moet de Schiedamse politie waarschuwen. Want voor de Rotterdamse politie ons gevonden hebt, dan is het ook niet meer nodig dat ze komen. De veerman is al heel lang dood. Hey. Klopt die, hè, Henk? Klopt niet, hè? Ik mag gewoon doorgaan. De veerman is al heel lang dood. Wij zijn helemaal eigenlijk op Schiedam georiënteerd, wat boodschappen doen en dat soort, de huisarts zit er ook in Schiedam. En we hebben de hele tijd gehad dat de post via Schiedam was door Rotterdam, want het stond op adres post Schiedam. En ja, dorp Ketel, dat bestaat nog als zodanig, is helemaal ingekapseld door Schiedam. Maar de echte ketellappers die zijn hetzelfde als kandelaars. Dus maar wij hopen nog steeds dat we aardgas krijgen en een internetverbinding. Ja. Een kabelaansluiting, ja. Dankjewel.